Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe video op Pinkert.nl. Mijn naam is Bianca en ik ga jullie vandaag meenemen naar attractiepark Slagharen. Want wij zijn uitgenodigd voor een evenement. Het is vandaag in samenwerking met Slagharen en SOS Kinderdorpen is er van alles te doen in Slagharen zelf. En daarvoor zijn mijn vriend en mijn dochtertje en ik uitgenodigd. En ik dacht dat is dan het leukste om jullie dan ook mee te nemen. Zo ben ik toch aan het vloggen, want dat wordt steeds gevraagd of ik weer wil vloggen. En zien jullie ook wat leuks dan alleen maar dat ik binnen aan het werk ben. Dus ik ga Roy even uit bed timmeren. Sterren komt zo. En ik ga mezelf klaarmaken en dan springen we zo de auto in. Want eigenlijk moeten we er over een uur al zijn. Het is een uur rijden, dus ik denk dat we iets later zijn. Nou ja, in ieder geval kan gebeuren. Blijf gezellig kijken. Beste mensen, donateurs, sponsoren, vrijwilligers van SOS Kinderdorpen, van harte welkom op deze speciale dag bij ons in attractievakantiepark Slagharen. Het is de SOS Kinderdorpen familiedag en heel erg gaaf, want het past naadloos aan bij ons. Het is een feestje, 50 jaar in Nederland, daar gaat Margot hopelijk iets over zeggen, hoe belangrijk dat is.
En sinds de samenwerking begin dit jaar met SOS Kinderdorp hebben wij vele activiteiten gedaan om het goede werk van SOS Kinderdorp onder de aandacht te brengen van al onze gasten, zoals iedereen vandaag. De man met de camera, dat wilde hij heel graag. We zwaaien. Dankjewel. En groot applaus voor Margot die met haar team de hele dag altijd bezig is met SOS Kinderdorp. Dankjewel. Dankjewel, Wouter. Natuurlijk, allereerst hartelijk dank dat we hier vandaag mogen zijn met onze donateurs. Jullie stellen ons in de gelegenheid om iedereen die ons al jaren steunt te bedanken. En dat vinden wij fantastisch, want hoe kan je dat nou beter doen dan met een SOS Familiedag? Dus daarvoor veel dank en ook natuurlijk voor deze hele mooie check. Nou, alle donateurs die helemaal naar het noorden zijn gekomen, echt fantastisch dat jullie er zijn. En fantastisch dat jullie ons al 50 jaar door. En goedemiddag allemaal. Kim, ja. Jij hebt met Jan, want eigenlijk had jij hier met Jan kunnen staan om het lied te zingen. Jan Smit, ja. Jan Smit, onze ambassadeur. Kim is ook onze ambassadeur. En Kim en Jan hebben een prachtig nummer geschreven voor SOS Kinderdorp. Kan je daar wat over vertellen? Jazeker. Jan belde mij vorig jaar met de vraag of ik ambassadeur wilde worden. Toen heb ik gezegd, ja, dat wil ik wel. Jij bent alles wat ik wenste, waar ik ooit van heb gedroomd, waardoor ik weer word herinnerd aan een droom die was verstoord. Door jou durf ik opnieuw te hopen op een leven samen aan. Bijna 5 uur. We zijn wat eerder weggegaan, want het was rond de 30 graden. Het was best druk in het park, dus we hadden het een beetje gehad, maar het was wel heel gezellig. We hebben het optreden van Kim Lian van heel dichtbij kunnen zien in Van Noor. En ik hoop dat de beelden goed gelukt zijn. We stonden heel dicht bij de boxen, dus ik weet niet hoe het qua geluid is. Maar ik vertel in het artikel op pingel.nl, de linkje zet ik hieronder neer. Waarschijnlijk staat de video eerder online dan het artikel, dus dan komt het linkje later. Vertel ik meer over Slagharen en SOS Kinderdorp. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg allemaal!